Dit is geen amusement, dit is een educatief programma dat alleen door de publieke omroep kan worden uitgezonden. Wij zijn maatschappelijk relevant, want we hebben de 8 slechtste autorijders van ons land van de weg gehaald en hier bij ons in het programma. En alleen zo al. Maken wij Nederland een stukje veiliger. Dit zijn de 6 overgebleven verontrustend slecht rijdende kandidaten. En voor iedereen die er nog aan twijfelt, dit zijn absoluut geen acteurs, maar gewoon mensen die je bij u in de straat, de buurt of op de snelweg in levende lijven tegen kunt komen. Alle 6 komen ze nog in aanmerking voor deze trofee en de titel die niemand wil hebben, de allerslechtste chauffeur van Nederland. Tja, en wie zal die titel gaan winnen? Is dat autokluns Marianne? Of vreselijk bange oma Ellie? Rem, oma! Of opa, de orgelspelende zondagsrijder? IJdele totaal chaot Pim. Davy, de ASO-rijder. Of de vreselijk onzekere Esther. En dan moet je met je rechtervoet moet je die 2 pedalen bedienen. Ja. Niet met links. Nee. De vakkundige jury zal wekelijks bepalen wie het slechtst is, maar ook wie er door de proeven beter is gaan autorijden. Diegene mag weer de weg op en maakt daarmee kans op een gloednieuwe auto. Dit is Karin, mental coach. Zij let op het rijgedrag van de chauffeurs. Vrouwtje is rijinstructeur. Zij kijkt naar de rijvaardigheid. En Michael A. van der Maas van Veilig Verkeer Nederland. Hij houdt zich bezig met de verkeersveiligheid van de chauffeurs. Wat we nu gaan doen is als volgt. We laten onze kandidaten met 70 km per uur, dat is dit, op een stopmuur afrijden. En ze mogen pas remmen als die lamp aangaat. Dat ziet er zo uit. Wat de kandidaten niet weten, is dat die lamp nooit aangaat. En daarmee onderzoeken wij het tonen van eigen initiatief. Want in het verkeer kan je alleen op jezelf vertrouwen. Dat zeg ik. Esther, we gaan vandaag een noodstop maken. Jij ziet daar je auto staan. Mm-hmm. Jij gaat gas geven. Je gaat dwars door het parcours. Met 70 km per uur. Er zit een lampje in de auto. Als dat aangaat, dan mag je remmen. Dus ik moet op dat lampje letten ook nog? Je moet op het lampje letten. Schietgebedje? Nee, Esther, we gaan het doen. Jij gaat het doen. Ja, oké. Okay. Hé, hey, wat is dat nou? Oh, de handrem. Oké, gelukkig. Help. Esther heeft al 9 jaar haar rijbewijs. Ik ben ten eerste heel onzeker. Ik ben behoorlijk chaotisch ook. Oké, dan moet je z'n 2 zetten. Probeer je. Z'n 2. Oh-oh. Ja, nou, op de helling nou te benen. Nou, doe je de handrem erop eerst. Ja, ja. En dan starten. Starten, koppeling in. Dan zit je met z'n 1. Links is de koppeling, midden is rem, rechts is gas. Normaal als ik even instap moet ik altijd even denken van de koppeling weet ik dan wel. Maar wat is midden en wat is rechts? Kom op Esther, in z'n 1. Ja. Oh, nou nu dan in z'n 1. Juist, daar. Nadenken. Oh. Ja, rustig nadenken Esther. Rustig nadenken. Rustig nadenken. Schakel naar z'n 2. Nou, en nou ga je het zelf doen. Concentreren, gas erbij geven. We gaan naar de 70, hè? We gaan naar de 70, we gaan naar de 70. Gas erbij. Hoeveel had ik? Genoeg? Remmen! Nee, shit! Oh! Ruben, dit is vals. Nee, Remy, dit was een test. Maar ik hoef het toch niet te redden, want die lamp brandde niet. Ruben moest zo op het knopje drukken. Ja, daarom. Dus aan mij ligt het niet. Ik kan gewoon de instructies opvolgen. Ja, Remy had weer een bijna doodervaring. Die zag het licht aan het eind van de tunnel weer, zoals hij dat al zelf zegt. En dan wordt hij op het laatst nog teruggeroepen van... Nee, Remy, het is nog niet jouw tijd. Kom terug. Ja, het lampje ging niet branden. Je zou op het knopje drukken. Ik dacht, ik rij gewoon door, want het is geen rood licht. Of had ik geen 70? Het is niet normaal. Als je in het verkeer een muur op je af ziet komen... en iemand heeft van tevoren gezegd, ik geef een teken dat je moet stoppen. Stop je dan uit jezelf of wacht je op het teken? Ja, als je het zo stelt, dan zou ik uit mezelf stoppen. Maar meestal ben ik zo volgzaam dat ik altijd wacht op het teken van een ander. Het is een beetje gemeen, het proef. Ja. Maar het gaat om eigen initiatief. Oké. Okay. Dat lampje gaat nooit aan.
Bastard. Wat ik zelf toch wel heel erg schrikken vind, is als mensen op een gegeven moment bij die muur komen en dan vervolgens niet remmen. Want er gaan echt, als jij auto rijdt en er steekt een kind over, gaat er ook geen lampje aan dat je moet stoppen. Dat moet je gewoon zelf inzien en die verantwoordelijkheid moet je nemen. Ja, dat klopt. Als iemand mij een opdracht geeft, dan doe ik dat gewoon. Maar dan, ja. Omdat het een opdracht is? Ja, dan doe ik het maar weer gewoon. En dat herken ik wel van andere dingen in mijn leven ook. Dus, wat leer je dan? Dat ik meer bij mezelf moet blijven. Ja. Zelfstandig moet gaan nadenken. Oké. De volgende is de jonge hond van het stel, Davy. 70. Davy is opgegeven door zijn maat Daniel. Hij is nog maar 6 maanden in het bezit van zijn rijbewijs en de verkeersregels. Ach ja, daarmee neemt hij het niet zo nauw. Hoi. Ja, ik vind mezelf gewoon een goede rijder. Ik neem af en toe een beetje risico omdat ik dan iets meer tempo in het rijden hou. Een rotonde linksom nemen scheelt tijd, dat wel, maar het blijft wel inderdaad een risicootje. Ik ben harder. Snelheid is goed, maar die lamp gaat niet aan, jongens. Hij brandde niet, man. Shit, ik let helemaal niet op, man. What the fuck? Hij brandde niet. Doet hij het wel? Ja, ik zat meer op de lamp te letten eigenlijk. Ik dacht dat jij de lamp zou gaan laten branden. Toen ging die lamp niet aan? Nee. Dat is de grap, die lamp gaat nooit aan. Ja. Je reed natuurlijk door de muur heen. Nee, dus je remde niet. Dat was jammer. Maar daarna had je je wel snel hersteld. Je hebt heel rustig en beheerst vervolgens je auto stilstand gebracht. Vond ik goed. We hebben het geluksduppie. Het komt helemaal goed. Oma Ellie heeft vreselijke rijangst en durft ook geen snelheid te maken. Ik denk zelf dat het echt de reden is geweest dat ik dus op de Rijksweg stond er ineens een auto stil. Maar ondanks mijn onervarenheid had ik haast tegen die auto opgezeten. En mijn man pakte gelukkig het stuur. En die kon er net omheen. Ik dacht, echt, nou kijk, het benauwd hoor. Ja, geeft niet. Dit is veel te smal voor mij. Hier, moet kijken wat er aankomt. Kijk toch niet daar. Ja, maar die auto's zien jou, die rennen. Kijk eens, mijn handen. Helemaal in. Ja, hij gaat niet verder. Oké, 4, naar z'n 4. Goed zo. Oeh. Net op dat lampje. Nee, nog niet remmen, nog niet remmen. Remmen, oma. Ja, goed zo. Hart. Ze zien me helemaal in de strot. Ja, die muur was doodeng. Dus het leek net of die auto weer op de weg stond. Waar ik tegenaan maar toen knalde ik er niet tegenaan. Maar nu ze knalde ik er wel tegenaan. Hey, El. Ik hoefde toch niet door die muur. Nee, zeker niet. Maar waar brandt het lampje dan niet? Waarom stop je dan niet? Nee. Toen zei Sharon, je moet door de muur. Ja. Denk, nou weet ik het niet meer met de muur. Ik heb het gehad met de muur. Maar in mijn ogen staat die auto daar weer. Ik weet precies. Dat vind ik het allerergste. Toch? Ja, maar die auto is er ook niet meer. Nee, dat weet ik niet. En die muur is er niet en zo. En je bent super hard gegaan en super trots op je. Echt. Dit was voor oma Ellie misschien wel een therapeutische opdracht, maar die angst is er nog steeds. Ik vond het jammer dat je toch een beetje liet leiden door je kleindochter. Want ik zag dat je aanstalten maakte om te gaan remmen voor de muur. En zij riep van, nee, het lampje brandde niet. En toen reed er hopla, ja, was er een. Ja, dat was jammer. Ja, dat had ik inderdaad ook. Ben je ervan geschrokken? Ja, daar heb ik echt weer een... Ik zag echt die auto weer op de weg. Dan ben ik helemaal weer van naar af gegaan, zeg maar. Ja, dat zag ik ook aan je. Je keek echt zo van, wow. Nou, dat heb ik nou ook alweer, hoor. Als je eraan terugdenkt, dan is het alweer vervelend, hè? Ja. Ja. Je voelt de spanning opkomen. Ja, dat voel ik al gelijk helemaal, ja. Ja. Jij moet eigenlijk gewoon traumatherapie krijgen. En die is er. En ik ga ervoor zorgen dat je hoe dan ook dat je die gaat krijgen. Ja, dat zou ik fijn vinden, inderdaad. Dames en heren, zet u schrap voor de volgende chauffeur. Oké, dus ik moet gewoon 1 keer gassen. Ja. Marianne heeft 4 keer moeten afrijden voor het felbegeerde roze plastic. Maar gas geven en op de weg letten blijft lastig. Ja, dit is
Hartstikke goed. Maar ik moest toch recht door, recht door. Als ik gewoon in de auto zit, dan ben ik bijvoorbeeld bezig met gas geven. Dan kan ik niet tegelijkertijd ook zien waar fietsers komen. Ja, dat lukt gewoon allemaal niet zo goed tegelijkertijd. Links, links. Ja. Links. Oh nee, doe me niet, doe me niet. Ja, knip eruit. Ik blijf gewoon hier achter. Ik ga niet. Nee, inhalen. Nee, ik ga niet inhalen. Nee. Dit ding gaat 80. Moment. Niet uit. Maar inhalen. Goed tempo voor mij. En doorschakelen. Harder, door blijven gassen. Marianne, je stijgt zo meteen op. Nee, kut. Oh, kut, ik ga veel te hard. Ja, goed zo, goed zo, goed zo. Nee, dat is gewoon. Oh nee, rijden, rijden. Ik moet er wel even van die muur. Hij is helemaal niet van beton. Nee, duh. Wat denk je dat ze hier een betonnen muur gaan neerzetten? Je hebt ook een goed gas te geven. Ja. Alleen je ging helemaal gestrekt in de stoel zitten. Met je benen helemaal gestrekt, zo zat je. En dat is eigenlijk al heel gevaarlijk. Stel dat hij dan plotseling zou moeten remmen, dan breek je dus gewoon je knieën. Nou, het was echt meer omdat ik nooit echt de snelste ben. Dat ik echt zo dacht van, weet je, ik moet nu snel rijden. En dat het daardoor gewoon denk ik een hele onnatuurlijke houding werd. Op zich heb je verder de test eigenlijk best redelijk gedaan. Ja. Je kwam aardig op snelheid, je stond ook aardig op tijd stil. Ik was daar wel tevreden over. Ja. Als je rijdt, is het een 2 naar 3, 4. De beurt is aan de heer Godschalk. De heer Godschalk houdt er niet van opgejaagd te worden in het verkeer. 20 kilometer per uur is hard zat. En wat voor type bestuurder? Nou, ik ben niet te voorzichtig, maar ook niet te snel. Goh, wat rijdt die hard, zeg. Vreselijk. Ik heb er een hekel aan dat ze bumper rijden achter ons. Daar heb ik een hekel aan. Van de week reden we op de A4 en zeg je, mag je wel wat harder? Toen reed hij 50 of 60. Oh! Moet je niet doen, hè? 1, 2, 3. En dan naar rechts een beetje. 3. En jawel hoor, daar gaan we. Nou, geef hem dat gas. Ja, ik geef hem. Ja. Kom op, schakelen. Oh, die arme versnellingsbak. Ik ga wel goed dot gas, hè? Ja. Wat verdorie, hij rookt. Ging prima. Ik gaf hem dot gas. Het was ongeveer bijna 70, 67 ongeveer. De bediening op zich van de auto, dat viel me erg tegen, moet ik zeggen. Ja, maar... Die moest heel erg nadenken, hoe moet het ook alweer, zagen we. Ja, maar dat was die versnellingsbak op die pook, dat was voor mij allemaal nieuw. Deze, dat was ik niet gewend, dus ik zat te rammen met dat ding. En... Eigenlijk zou je dat als bestuurder wel moeten weten hoe dat werkt. Nou, niet met een gammele wagen. Ja. Het moet allemaal perfect zijn. Dat is met de orgelspeel ook een piano. Het moet perfect zijn, hè, van tevoren. Je moet ook gestemd zijn van tevoren. En daar kan ik beginnen. Opgelet, hier is Pim. Pim is opgegeven door zijn goede vriend Cornelis. Hij let niet goed op. Hij is meer met zichzelf bezig dan met de mensen om zich heen. Ja. Kijk dan. Pas op! Oh, jezus. Cornelis, als bijrijder, dat is gewoon echt een ramp. Pas daar op! Oh, pas daar op! Sorry. Jezus. Nou, ik schrik dus van hem iedere keer. Oh, wat? Pas op! Pas nou op! Pas nou op! Jullie worden vast. Stop niet te horen. Ja, let op de lamp, hè? Hij gaat niet aan. Ja, dan kun je ook gewoon stoppen. Hij ging niet aan. Wat een kutlamp. Hij deed het echt niet. Oh, kut, allemaal rook uit de auto. Dat meen je niet. We moeten eruit. Als jij in het verkeer op een muur afrijdt en iemand zegt, ik geef dan een teken dat je moet stoppen. Stop je dan vanzelf of wacht je dan op het teken? Dat is precies wat we hier testen. Deze proef, dat lampje gaat helemaal nooit aan. Oh, echt niet?
Mensen zeggen dan wel eens, het is een gemene proef. Het is ook een beetje gemeen voor de auto, hè, wat jullie doen. Jij zegt dat ik altijd naar jou moest luisteren. En doe ik het een keer en dan zeg je niks. Ja, dat is ook wel goed voor jullie relatie. Goed, ik stap hier tussenuit, ga je gang. Ja, nou ja, ik zei ook niet dat je moest stoppen. Het is eigenlijk van wat we gezien hebben maar één woord. En dat is onverantwoord. We zaten gewoon echt zo van, nou, die lamp moet gaan branden. En Cornelis die zou ook opletten op dat lampje. En ik zit natuurlijk ook in mijn ooghoek wel te kijken. En die muur komt dichterbij. En ik zeg van, nee, ik zeg, gaat niet branden. Ja, en toen reden we doorheen. Is fout, want je moet zelf de keuze maken om te stoppen. Dus ja. Ik weet wel wat ik fout heb. En wat gebeurt er daarna? Ik weet niet, volgens mij trapt het pendaal zelfs helemaal in. Gewoon een schrikreactie. Je schrikt ergens van, dan heb je een tijd nodig om te herstellen. En ja. Die tijd die duurt bij jou langer als gemiddeld. Het duurt bij jou echt wel 3 seconden dat er iets gaat gebeuren. En tot die tijd rij je gewoon volle jas rij je gewoon door. En dat is echt gevaarlijk. Jongen. Wat doe jij nou? Ja, wat doet u nou? Wat doe ik nou? Ik kom gewoon aanrijden. Je ziet het toch? Nou ja. Ik kom toch van die kant aangereden? Ik dacht, als ik zo je aankom... Je denk dat ik misschien de andere mensen overlaat. Dan, Als jij nu met die galbak van je eventjes een stukje naar voren gaat, dan kan ik eromheen. Ja? Ja, is goed. Oké. Jongen, wat een pannenkoek. Bumperkleven, onnodig links blijven rijden. Het zijn maar 2 voorbeelden van asociaal gedrag in het verkeer. Geen voorrang verlenen is er ook zo eentje. Met de volgende proef testen we het geduld en het verkeersinzicht. Ze moeten per 2 een 8 achteruit maken. En op slechts 1 plek in het parcours kunnen ze elkaar passeren. Hebben ze het respect om op elkaar te wachten? Deelnemers klaar. Op uw plaatsen. Start. Voor deze keer ben jij het niet, Marianne. Maar 1 ding. Denk na voordat je begint. Ja. Voor de rest weet je het zelf. Ja, ik weet het zelf. Oh, hij moet natuurlijk eerst er 1. Nee, in zijn achteruit. Klein stukje naar voren. Ja, is er een klein stukje, klein stukje. Uitstappen om te zien hoe dit allemaal ligt, hoor. Het is weer een lange dag. You keep saying you got something for me. Something you call love. Hoe is het, Mian? Ja, dit is weer een veel te moeilijke opdracht. Oh, kijk eens even. Maar kijkt ze nou toch? Oh, kom op zeg. Strakker insturen. These boots are made for walking. Hoe kom je elke keer langs dat ding? Ja, omdat je elke keer hetzelfde stuurt. Dat is toch logisch? Je gaat elke keer zo terug en weer zo achteruit. En weer zo terug en weer zo achteruit. Kijk, hoe die gaan. Yes. Wow. Yes. Wow. Yes. Wow. Recht zo die gaat, recht zo die gaat. Wauw, en waar moet ik nu naartoe? Ja, kijk, maar je weet het zelf waar je naartoe moet. Remy, rots in de branding, vol vertrouwen in zijn beste vriendinnetje. Ze zijn nu bij het breedste stuk. Hier moeten ze elkaar passeren. Kut, er komen! Ja, maar dat is niet jouw enige zorg, Marianne. Laat die pionnen nou eerst maar eens gewoon staan. Dat is goed, hè? Wat een gezelligheid. Hallo! Hallo! Hey. Gaat ie lekker? Ja, gaat super! Hé, hey, hoi, bla bla. Zijn we nu nog verder dan mij? Ja, maar ze hebben het hele rondje al bij me gemaakt. Ja. Ze hebben elkaar daadwerkelijk gepasseerd. Dat is al een prestatie. Een hele prestatie is het zeker. Essie, perfect. Mag ik je hartelijk feliciteren? Ja. Yes! High five! Gefeliciteerd, je staat keurig op zijn plek. Ja, ik sta er zelf van te kijken eigenlijk. Ja. Maar moeten ze nu nog passeren, hè? Heel goed. Passeren? Dat hebben we gewoon gedaan. Nee, ja, omdat jij je moet dat hele ding nog maken. Moet ik hierheen? Ach, je achteruit. Zal ik dan mijn auto even weghalen? Want dat hoort ook bij het verkeer. Jullie proberen het samen op te lossen. Hallo, mevrouw. Hé, hey, chick. Al die blauwe Volvo is weg. Ik zal hem even weghalen. Kijk. Heel goed. Ik haal hem uit. En dan ga je alleen doen. Ik blijf hier staan. Jawel, dat nee, kan je best. Nee, ik ga niet alleen in de auto, hoor. Nee, dat kan je. Ga zitten. Er is nog iets wat... Oh.
Pieter, hè? Juist. Perfect. Ongelooflijk dat zij het nog beter heeft gedaan dan ik. Sneller. Als je de dingen doet die je weet, hoef je het ook niet elke keer te vragen, hè? Oh, ik heb wel de handrem opstaan. Ja, dat is een schoonheidsfoutje. Dat maakt niet uit. Ja, we gaan er nu even een foutloos rondje van maken, maar... Ja. Maar waarom ga je dan nu opeens anders omsturen? Ja, omdat jij toch altijd zegt dat ik fout stuur, doe ik het nu anders. Ja. Een foutloos rondje is het niet echt geworden. En dood. Goed, waarom vond je dit zo moeilijk? Nou, ik weet gewoon niet zo goed welke kant ik op stuur als ik achteruit ga. Dus je maar weet hoe het moet? Ja, ik probeer dat wel elke keer straks langs te doen, maar dat lukt gewoon niet goed met sturen. Ja, ja. God, zit jij het erger, of niet? Ja, ik erger me dood. Eef. Marjan? Ik ben even in gesprek. Als grote mensen praten. Het zit over me te roddelen. Hoe vond jij dat zelf gaan? Ja, dat ging echt kut. Nou ja, dat kan je zeker wel zo zeggen. We zien echt dat je eigenlijk niet echt goed kan autorijden. Gewoon achteruit rijden is heel moeilijk. Ja. De bediening is moeilijk. En het kijkgedrag eigenlijk gewoon niet. Want je moet niet vergeten dat er een neus zit op die auto. De voorkant. Ja. Die gaat natuurlijk de andere kant op. Ja. Ga het dus alleen doen. Zorg ervoor dat je het wat vlotter ook kan gaan doen dan. Gewoon bedenken, oké, ik ga in die auto zitten. Ik zet hem eens achteruit. Hop, en ik ga even goed dat bochtje achteruit rijden. Ja? Want het laatste stuk ging inderdaad wel wat beter. Maar ik vraag me af of dat een beetje mazzel was. Snap je wat ik bedoel? Ellie, Davy, het is geen race. De bedoeling is dat jullie allebei het achtje hebben gereden. Dan zijn jullie pas klaar. Duidelijk? Go. Lynch kijken. Davy, de asociale rijder onder onze slechte chauffeurs tegen de o zo angstige oma Ellie. Zal dat wel goed gaan? Oh, dat is heel netjes, man. Oh, dat kan ik niet zien. Daar staat het breed, dus hij moet daar op jou wachten tot jij daar bent. En anders moet je even naar hem toeschreeuwen dat hij daar voor je wacht. Davy! Davy! Je hebt het toeter. Oh. Ja, hij hoort het. Ga jij je even daarheen? Ken ik er langs? Doe maar rustig aan. Heel goed, Davy. Rustig aan. En dat uit zijn mond. Tja, Davy heeft alle geduld voor oma Ellie. Hoe zit je nou zo met je gezicht? Ja, ik moet even kijken. Even opletten, jongen. Dat gaat hartstikke goed. Ik zal een beetje meer indraaien. Let op die kant ook opletten. Hier ken ik wel. Oké. Okay. Ja, ga maar langs mee, man. Recht door nu. Ja. Ja, joh, dat gaat wel. Ja, hoor. Goed zo. Davy heeft zich goed ingehouden. Ja, dat lukt. Hij heeft er iets van geleerd. Daar ben ik blij om. Ja. Davy heeft zeker iets geleerd. Geduld is namelijk een schone zaak. Zie je nou, als je nou langzamer rijdt, heb je meer tijd om na te denken. Ja, maar ik voel me helemaal niet op mijn gemak. Omdat je zo langzaam rijdt. Ja. Davy. Maar flitst alles voorbij. Ja. Heb jij slaappillen voor het ontbijt genomen? Je gaat zo rustig vandaag. Maar dat hoeft niet. Ik heb, van binnen heb ik ook gewoon een trots gevoel. Ik denk van, kijk eens. Je wil laten zien dat je het kan? Ja. Nou, dat heb je net gedaan. Juist door het zo beheerst te doen. Goed gedaan. Ellie, kom lekker uit de auto. Kom. Nou, hebben we het toch samen goed gedaan, hè, jongen? Ik ben tevreden en ik ben trots op mezelf met dit resultaat. Ja, nou, kijk eens. Zie je? Ja, we hebben het toch maar weer geklaard. He? En in alle rust, Davy. Ja, in alle rust, ja. Schitterend, hè? Als kleine kinderen groot worden. Dat achtje, dat heb je best aardig gedaan nog. Oh. Het was wel moeilijk. Ja. Want je hebt wel hier en daar wat geraakt. Ja, dat zal wel. Maar over het algemeen ging het best aardig. Oké. Ja. Davy. Hey. Ik heb opgeschreven positief verrast. Ben ik. Ik ook. Ja. Je hebt laten zien dat je wel aan andere mensen denkt. Ik vind dat heel fijn om te zien. Ik ook. Ja. En, zit alles goed, Pim? Ik heb mijn hele bakkenbaren vergeten vanmorgen. Het scheren. Toch geen poren. Wat moeten we aan? Koppeling in, meneer Godschalk.
En opa. Opa krijgt er wel een maand aan. Helemaal een beetje meedraaien, hoor. Daar ga je al. Nou, kijk jij ook even. Ja, ik zie de... Jij gooit ze aan die kant. Ah, joh. Ik kan het ook. Je moet een beetje bijdraaien. Nee, je moet wel naar achteren. Pas op voor Ruben, hè. Je moet verder. Ja, je ziet ook niet wat erachter staat. Ja, ja. Deze kant op draaien. Deze kant? Zo, zo. Nee, andere kant. Nou, oké, ga jij nou kijken? Nee, meneer Godschalk, het is de bedoeling dat u zelf kijkt waar u naartoe moet. Het is dramatisch. Twee velgen liggen eronder. Gerrit krijgt hem niet meer in zijn één, want hij trapt de koppeling net niet ver genoeg in. En Pim rijdt nu het parcours vooruit. Wij staan nu vooruit, we moeten achteruit. Oh shit, man. En nu achteruit. Nu naar vooruit, het eerste stukje. Mijn opa redt alleen met de aanwijzing van Ruben. Zonder Ruben rijdt hij helemaal niet. Het kan gewoon niet meer. Totale chaos op het parcours. Er zit een velg onder uw auto, meneer Godschalk. En nu verlaat u officieel het parcours. Hij zit eronder. Ja, die dingen moeten ze toch onderuit halen. Ja, joh, ik kan dat niet hoor. Het is onmogelijk. Ja, ja. Gaat goed, opa? Waar moet ik nou heen? Oh ja, opa moet naar die kant op. Ja. Opa's op. Er liggen hier velgen. Oh, fuck. Dat opa heeft het parcours verrot gereden. Opa, ga je ram hoor. Hallo, opa, naar achter. Jezus, we moeten er langs. Wij zijn echt niet de slechtste chauffeurs van Nederland. Nee, tuurlijk niet, Pim. Oké. En nu? Die kant op. Wacht, moet je even naar rechts. Treurig, hè, dit. Hij kijkt bijna moedeloos. Oma schakelt mee, zag je het? Helemaal naar links. Oh, en opa krijgt hem niet in zijn achteruit. Ja, ik denk dat zijn gebit aan het zoeken is. Zo'n gebit zit onder het kanaal. Ik vond hem best wel vrij goed gaan. Ja? Ja. Kijk naar opa. Dat is op drukken hoor. Ja, dat ben ik al mee bezig. Oh, zo, zakt ook gelijk even door zijn vering heen, dat ding. Een bitch. Moet je horen hoe je het zegt. Naar voren rijden, opa. Goed, opa. Nee, ik heb geen aanwijzingen. Geen wat? Ik heb geen aanwijzingen. Nou, je moet het rondje afmaken. Links draaien, dan naar voren. Opa, naar achter. Dat heeft allebei gewoon een auto ook, hè? Ja. Duurde lang, hè? Ja, duurde lang, ja. God. Bellen in de auto is een no-go. Is gewoon gevaarlijk. Daarom gebruik ik altijd mijn hands-free setje. Hey, mam. Nee, ik kan wel even. Ik zit in de auto. Dat is toevallig, die heb ik net voor me liggen. Nou ja, je hebt gelijk. 6:30. Ja? Ja? Nee, dat is de waterkoker die je hoort. Wat nu volgt is een bewustwordingsopdracht. Het mag absoluut niet op de openbare weg, maar de kandidaten moeten weten wat het gevolg is van sms'en in de auto. De chauffeurs moeten een boodschappenlijstje naar Ruben sms'en, opgelezen door de bijrijder. Langs het parcours staan een dame in een bikini, een palmboom, een Rolls Royce en een wegversmallingsbord. Kunnen ze nog wel op de weg en de omgeving letten wanneer ze met 50 km per uur druk met hun telefoon bezig zijn? We gaan het zien. Als eerste is Davy, die een geoefend auto-sms'er is. Broccoli. Ja, broccoli. Maar die bikinibeep gaat aan je neus voorbij, Dave. Tagliatelle. Tagliatelle, what the fuck is dat? Dat is pasta, Davy. Pas je op, ja. Pas je op. Pas je op, pas je op. What the fuck? Het ging dus niet eens zo onaardig. Je hebt ge-sms'd tijdens de autorijden. Ja. Kan je dan nog op je omgeving letten? Ja. Wat heb je allemaal gezien? Pianen langs de zijkant van de weg. That's it. Ja. Geen Rolls Royce? Nee. Geen bikini-model met een palmboom? Nee. Geen verkeersbord? Nee. Er leek een mooi rechtstuk weg waarin je makkelijk kan sms'en. Maar je hebt natuurlijk het plaatje niet compleet gehad. Want er stonden allerlei mooie dingen aan de kant. Een heel mooi meisje in een groene bikini. Ja, daar baal ik nog steeds van. Ja, heb je ze achteraf nog gezien?
Ja, maar ja, dat ze de badjas alweer aan. Oh, zonde. Ja, dus eigenlijk kun je dus niet sms'en en rijden tegelijk. Ik heb dan met die... Hoe is het met de koppeling? Langzaam op letten komen. Dan ga ik hier wel alvast sms, heb ik dat gehad. Kijk. Oh. Broccoli? Broccoli. Ja? Ja. Tagliatelle. Kijk, voor je. Kijk, voor je. Oh. Oh, dat was in dit geval een pion, maar dat had ook zomaar een voetganger kunnen zijn. Kijk eens voor je. Kijk eens voor je. Ja, ik heb er nu al vier. Hé, daar staat die roze. Ja, die roze zie je dan weer wel. En vervolgens rijden een fietser van zijn sokken. Focus. Wat heb je allemaal gezien onderweg? Broccoli, tagliatelle. Dat is de boodschappenlijst. Maar zag je nog dingen naast de weg? Nee. Ja, ik heb die rolls gezien. Je bent nog wel redelijk recht doorheen gekomen, hier en daar wat geraakt. Maar dat moet je gewoon niet willen doen, zoiets. Dat is gewoon om te zeggen van, ik stop, ik stuur een sms'je en ik rij daarna verder. Ja. De heer Godschalk heeft geen mobiele telefoon. Daarom wordt er bij hem getest of hij überhaupt iets meekrijgt van de verkeerssituatie als hij in de auto zit. Maar hij staat nog steeds in zijn vrij. Twee. Drie. Ja. Oh, he, daar gaan we. Ja, ga je door. Ja. Ja. Afremmen. 42. Ja, en u moest 50. Hoe hard ging je? 3,44 zo'n beetje. Niet... Waarom geen 50? Lukte net niet? Of, Nou, ik wil, Jan, dat je zei top 50, hè, gewoon ziet. Niet verder, hè? Gewoon. Minimaal 50, zei je. Oh, minimaal 50. Oh, nou wil ik het overnieuw doen. Maar wat heb je allemaal gezien tijdens de autorijden? Nou, ik keek vooruit, hè. Ja? Palmboom met een dame in een bikini. Die zou je normaal niet missen, Gerard. Ja, dat is echt een idee, hè, maar... Bij de sms-proef heeft u niet hoeven te sms'en, maar u heeft helemaal niet gezien wat er aan de kant stond. Allerlei dingen stonden er klaar die u had kunnen zien en die heeft u niet gezien. Ja, ja. En het is natuurlijk wel wat doet, dat je eigenlijk het hele plaatje compleet hebt als je auto rijdt. Hè? Dat je niet alleen maar dit ziet, maar dat je echt alles ziet. Dus ik maak me wel wat zorgen. Gerard, ben je het eens met de jury? Niet helemaal, nee. Waarom niet? Ja, omdat ik me rustig voelde in de auto. Ik zat alleen met die pook en zo. En als ik zeker weet dat het allemaal goed werkt, dan kan ik rijden. Broccoli. En nu is Pim aan de beurt. En hij sms't heel vaak als hij in de auto zit. Wat is dit? Oh, wat zit dit? Nou, broccoli. En dat gaat geweldig. We zijn bij broccoli. Heb je broccoli? 50, wacht even. Ik moet eens 50 reizen. Broccoli, tagliatelle, oppassen. Broccoli, tagliatelle. Ik stuur wel even. Nee. Pas op, het wordt smaller. Broccoli, tagliatelle. Hoe? Tagliatelle, dat is niet... Oh! Pas op. Pim, pas nou op, pas op! Oh, mijn god. Je vloog echt op die paal af. Wat gebeurde er? Hij wist niet wat tagliatelle jij was. Jij zat aan mijn stuur te rukken. Ik nee, hem. Ik zeg... John, jij moest jij sms'en. Zit aan mijn stuur te rukken. Maar jij moest sms'en, dus ik denk, ik stuur even bij. Nee, je ziet niks. En dan vooral als dan je eens broccoli krijgt en dan zegt iemand van... Nu tagliato, zoiets. Pasta. Nooit van gehoord. Nou, dan moet ik ook nog eens op het blaadje kijken, omdat hij het niet spelt voor me. En vervolgens... Ga je gas geven, ben je bij het einde en dan moet iedereen volgens mij wegrennen. Ja, dat heb ik niet meegekregen. Maar ik heb het tegen Cornelis gezegd en ik zei, nou, je moet gewoon even rustig zijn. En dan, als hij niet zo hysterisch doet, dan is dat al één stoorzender minder voor mij. En dan kan ik gewoon... Je kan daar niet echt iemand anders de schuld voor geven. Dat doe ik ook niet, maar als iemand aan je stuur trekt... Oma Ellie vertikt het om te sms'en. Heel goed, Ellie, maar dat mag inderdaad niet. Nee, dan krijg je dat 50. Oh, je mag 50 rijden, hoor. Ja, maar... Nee, ik heb daar geen tijd voor. Je moet toch meerdere dingen tegelijk kennen? Dat ging niet.
Dat sms'en? Nee, dat ging niet. Maar trouwens, je mag toch niet als je rijdt de telefoontoestand... Nee, maar waarom ging het niet? Nou, omdat dat niet mag. Zijn er nog andere dingen opgevallen? Ja, dat zag ik ook, inderdaad. Wat zag je dan? Nou, een soort, hoe heet zo'n blad, zo'n boompje, palmboompje. Het pijlen, zag ik ook. Verkeersbord. Ik vond het heel knap dat je op een gegeven moment gewoon zei van... ik ga nu even niet sms'en, want ik moet andere dingen doen. Ik vind dat top. Ja, daar was ik zelf ook wel trots op, zeg maar. Broccoli, harder. Let op je stuur maar. En dan Marianne. Moet ik sturen? Stuur jij maar. Het gaat nooit broccoli? Ja. Het is een koppel. Trap hem in. Ja, gaas. Harder. Oh. Eendenborst. Gaas. Zonderaan tomaten. Oh, stop. Oké. Ja, wat doe je? Je moet 50. Heb jij dingen gezien aan de zijkant van de weg? Ja, die chick van nachtsfieten. Heb je nog een verkeersbord gezien? Nee. Nou, zij was wel het meest in het oog springend. Verkeersborden, niet zo belangrijk. Ik ben bijna van mijn stoel gevallen toen ik op een gegeven moment hoorde van... als ik nou ga sms'en, dan gaat Eefje sturen. Ik weet niet waar dat vandaan komt en wat voor nieuwe soort taakverdeling dat is. Maar dat kan natuurlijk niet, hè? Ja, we vonden het eigenlijk zelf wel slim bedacht, maar... Vind je dat nog steeds? Nee, okay. Nu niet meer. Beste jury, het is tijd om de volgende kandidaat naar huis te sturen. Wie heeft jullie deze week teleurgesteld? Pim heeft mij wederom wel weer teleurgesteld. Ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat hij soms gewoon eigenlijk helemaal niet oppikt... wat we hem iedere keer meegeven. En dat hij even op dit moment in ieder geval in een wat neerwaartse spiraal zit. En wie is nog meer echt... Ja, Esther blijft natuurlijk gewoon moeilijk. Die heeft het niet zo in haar vingers, maar die weet het van zichzelf wel. Ja, en we hebben natuurlijk een groot punt van discussie. Ja. Over opa. Over opa Godschalk. Meneer Godschalk. Want dit programma is natuurlijk de allerslechtste chauffeur van Nederland. Ja. Willen wij hem nog als chauffeur zien? Is hij nog chauffeur? Hij lijkt niet meer helder genoeg om te kunnen deelnemen aan het verkeer. Buiten het feit dat hij ook lichamelijk natuurlijk heel beperkt is in zijn bewegingen met zijn nek. Dat gaat een beetje stijf allemaal, dat wil niet meer. Ja. Ik zou hem niet meer op de weg willen hebben eigenlijk. Wie waren degenen die jullie positief hebben? Ja, Davy. Ja. Hij is er nog niet. Maar hij heeft me wel positief verrast. Hij heeft toch laten zien dat hij zeker heeft geleerd van wat hij heeft meegekregen hier. Ja. Daarentegen merk je wel dat hij het nog wel in zich heeft. Ja. Hij moet zich een beetje temmen, hè. Dus... Goed, dan wordt het moment daar om het rijbewijs eruit te vissen. De jury heeft het deze week ongelooflijk zwaar. Ja, wie oh wie? Wat heeft het wijze drietal besloten? Wie denkt dat hij deze week de slechtste was? Esther, Gerard, Pim. Ze vonden jou inderdaad de slechtste deze week. Van de twee, toch? Ze vonden jou de slechtste deze week. In mijn eentje? Ze vonden jou de slechtste deze week. Nou, oké. Ik heb hier het rijbewijs van iemand die vandaag naar huis gaat. Omdat de jury denkt dat diegene niets meer bijgebracht kan worden... en eigenlijk onverantwoord is om nog de weg op te gaan. Ik denk dat het wel duidelijk is. Gerard, kom maar naar voren. Gerard, ik geef jou je rijbewijs terug. Maar de jury vindt eigenlijk dat je niet meer de weg op zou moeten. We zoeken in dit programma de allerslechtste chauffeur van Nederland. En zij vinden eigenlijk dat jij niet meer chauffeur zou moeten zijn. Kan je daarin vinden? Nou, ik vind dat jammer. Dat is de eerste die een bocht weet te missen. Stadsdoor. De tussendoor! Ja, ik heb het geweten. Mag ik gaan? Ja. En toen waren er nog maar vijf. U bedankt voor het kijken. Tot volgende week.
Volgende week het gevreesde theorie-examen en een bezoek van coureur Jelmer Buurman. En hou uw kinderen binnen, want de kandidaten mogen weer even de weg op voor een tussentijds rijexamen.